Welkom bij UHC Survival NL seizoen 5 met Olivier dit keer als een speciale gast. Een goedemiddag is het nu nog? Ja, het is nog wel middag. Zoals je kunt zien, hij zit bij mij in het team, Team Groen. Inderdaad. Dan heb je nog Niels met Luc en Westy en Golf. Die hebben jullie als het goed is al eerder gezien. De regels zijn hetzelfde, zoals altijd. We staan op difficulty hard. Natural regeneration staat uit. Geen potions of regeneration. In de Nether kun je alleen een portal maken op 0-0. Om problemen te voorkomen. En gewoon de laatste zijn die nog leeft. Of... ja, de Ender Dragon verslaan. Daarvoor is deze poort er hier ook. Dus, we beginnen. We beginnen. Hartstikke mooi. Hey, hebben wij alvast een speciale tactiek? Want we zitten al niet meer in het gezamenlijke gesprek. We zijn al... Wesley kan niet lopen. Wat? Oké. Blijkbaar heeft Wesley een probleem, dat verhelp ik maar eerst voordat we beginnen. Ik denk dat keyboard problems zijn. Ja, ik denk het ook. Oh, hello! Oh, ja. Ja, oké. Ja. Okay, nice. Oké, laat het alsjeblieft goed gaan, want ik heb hier niet veel ervaring mee. Oké, ik word nu geteleport. Ja. Het is zwart. Alles moet laden om ons heen, dus... donker. Oké, we zitten in de desert. Ik zie een... ja, een jungle temple, hè? Ja, een tempel, inderdaad. Dat is mooi. We hebben bomen. In de savanne zitten ook oak trees, dus we kunnen appels krijgen. Wat wordt onze tactiek? Welke kant gaan we als eerst heen? Ik zie jou nog niet. Zie je mij nog niet? Nee. Ik zie jou inderdaad ook nog niet echt heel erg bewegelijk of zo. Ik zie jou helemaal niet. Ik re-log even. Oh. Oh, wacht. Ik lig er volgens mij uit. Ah, ik zie je. Ik zie mij wacht met even, Steve... ik... oh, nu niet meer. Die van mij lag er even uit. En... bijna. Oh, ik vergat de N. Iemand is al meteen de regels vergeten, maar goed. Wat dan? Iemand ging bewegen. Ik zit... oh god, natuurlijk hè. Even kijken, maar Minecraft wil op dit moment nog niet echt heel erg meewerken. Momenteel zie ik nog zwart om mij heen, zou ik maar zeggen. Kijken. Oh, dang. 257 chunk updates, dat is ook niet echt handig. We zijn nu begonnen. Wat? We zijn begonnen. Zijn we begonnen? Oké. Ja. Echt waar? Ja, ik Ga eerst even naar de savanne voor mijn spul. Misschien is het beter als eentje naar de jungle tempel gaat en de ander naar de savanne. Oké, als ik... alhoewel, we hebben sowieso een pickaxe nodig, hè? Ja, precies, daarom. Kunnen we al beginnen? Ja, toch? Ja, we kunnen beginnen. Ja, oh, dang, ik krijg lag. Ik krijg damage. Wow! Luke heeft al damage. Nooit. Ja. Zorg ook voor eten. Wacht even, hoor. Want ik hou van mijn achievements. Oeps. Getting wood. Time to mine. Oh, netjes. Snel. Ik hou gewoon van mijn achievements. Ik ga altijd zo snel mogelijk op achievement af. Tot en met... eigenlijk, ja, acquire hardware. Ik loop alvast richting die tempel. Oké. Ik zorg dan voor swords en pickaxes en alles. Moet in ieder geval goed voorbereid ook zijn dat we zo meteen ook eten nodig gaan hebben. Ja. Want... achievements for the win! Kijken. Ik heb coal trouwens. Je hebt coal, nice. Oké. Ja. Oh, denk, waar zit die ingang? Dit is slecht.
Oh, hebben ze. Cool. Eerst even kijken, oké. Okay. Ik zit nu in de ingang. Ik zit er nu in. Cool. Mooi. Heb jij een pickaxe zo? Ja, ik zorg even voor dat we wat betere spullen hebben en dan ga ik naar de tempel af. Dat zal meteen een last hebben. Dus dan hebben we... Ik zorg voor pickaxes, zwaard en furnace. Ja, is goed. Oké? Okay. Ja. En dan de tools die ik net zei zijn dan stone. Ja, wacht even. Lol. Waarschijnlijk gelooft niemand het, maar goed. Maakt niet uit. Whatever. Ze gaan wel twijfelen. Wie weet. Diamonds. Je schrijft het verkeerd, jongeman. Van die. Ja, sterf, mom. Sterf. Sandstone breken met je hand duurt best lang. Moet ik toegeven. Ja. Oké, okay, ja, ik heb al een mooie hoeveelheid stone, dus ik... Je zei dat je ook een kool had? Ik had ook kool, ja. Probeer even stoortjes voor te breiden voor... Time to strike. Netjes. Mm-hmm. Ik maak eventjes wat torches hoor. Ik had beter in het begin net wat meer tijd kunnen besteden om voor mezelf alvast wat te maken aan tools. Ach ja. Ach ja. Oh. Ik heb nog niks. Ik heb wat. Ik heb eigenlijk nog wel wat meer spullen nodig. Oh, het tanker hier. Wow, ik zie echt bijna niks meer. Is het echt zo donker bij jou? Ja, het is echt donker. Oké, okay, ik kan er ook aan liggen. Want ik heb mijn, mijn scherm laatst opnieuw ingesteld, maar... Oké, okay, ik kom nu naar jou toe. Oké, beter. Ik hoop dat ik nog steeds de goede kant op graaf, maar oké. Ah ja, dit is de ingang. Ik viel bijna in dat gat. Oké, platels is een torch. Wat? Oh mijn god! 11 gold! Sweet! Nog meer gold. Oh, iron, een golden horse armor. En ik heb een zadel trouwens, dus we kunnen met een paard. Oh, je hebt een zadel? Ja. Sweet. Zouden we wat kunnen hebben aan bones? Rotte flesh. Nah. Vergeet inderdaad. Wacht. Een kist kan natuurlijk ook nooit niet verkeerd zijn om even mee te nemen. Nee. Oh. Heb jij voor mij een pickaxe of zo? Momentje. Zullen we eerst eventjes naar boven? Ik heb trouwens ook 3 iron. Dus we kunnen zelfs wel een iron pick maken. Oh. Oh ja. Mag ik die? Als jij mij dan een beetje gaat coveren en zo, dan doe ik veel minen. Goed. Okay. Eens even. Ik heb hier wat spullen voor je. Ga heel even buiten om te kijken of er al wat gevaarlijks aankomt. Ik denk niet echt dat er veel mensen in de buurt kunnen zijn, toch? Want we hebben op zich een best wel pit grote map en weinig teams. Dus. Mm-hmm. Als het goed is iedereen op zijn minst 951 bloks van elkaar af, dus. Really? Oké, dat is ver zat. Wil jij... Ik heb hier een stone pickaxe en een stone sword. Wil je nog iets anders? Even denken. Axe of shovel? Ja, een axe misschien wel. En een shovel? Shovel heb ik niet nodig. Nee, geen shovel? Ik leef altijd al zonder shovel. En misschien als je nog wat cobblestone over hebt, dat ik misschien even een klein beetje mag. Ja, kom zo, dat wordt kwaad. Yeah. Dankjewel. Oké, okay, cool. Zullen we al meteen verder gaan of?
Beter wel, het is nu nog dag. Ja, zonde zijn als we nu tijd gaan verspillen. Ja, ik heb nu nog een beetje weinig hout, dus. Ja, inderdaad. Kunnen we beter terug naar de savanne en zoeken naar oak trees? Had jij een Excel voor mij? Ja. Oh. Oh, ik had hem nog niet gegeven. Nou, ik zie al wat oak trees daar. Oké, beter. En wie weet vinden we... Als we nu echt lucky zijn dat we een village hebben. Ja, village in de savanne, village in de desert, wie weet. Wacht, laten we allemaal een bed gaan maken. Dus ik heb ik zie een pik, ik geef die pik slag. Ja, als je de piks doet, dan zorg ik voor de ook. Ga ik gewoon heel veel bomen omhakken en kijken of we apples krijgen. Ik zou gewoon even voor eten zorgen en zo. Mooi. Zodat we daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Precies. Dus even kijken. Beter komen we een kou tegen, want kous... Een kou. Ja, we moeten proberen niet al te ver van elkaar weg te gaan. Nee, ik blijf gewoon rond zeg maar deze grens van de savanne voor de hout, voor de oak trees. Okay. En dan gewoon laten die spawnen. Yep. Dus hoeveel gold hadden we nou? 11. zal ik die anders ook bij me houden? Ja, is goed. Ik zal het zo even geven. Dan hebben we er 13, want ik heb ook nog 2. Hoe zit jij momenteel qua eten? Niks. Nog geen... Ik heb nog 18 van de 20 hunger. Oké. Okay. Cool. Yep. Okay. Oh ja. Kous. Kunnen we anders zijn, want als we ladder van hun krijgen... het wordt zeer binnenkort nacht. Oh ja. Zullen we dan straks... Oké. Okay. Als jij dan... Pak nog heel even het laatste beetje eten. Ja. Ik hang nog één boom om en dan kijk ik of er nog appels al gevallen zijn. Oh, denk, het wordt echt heel snel donker. Oké. Okay. Vanaf de tempel, welke kant ben je ongeveer op gegaan? Vanaf de tempel naar het noordoosten. Oké, okay, cool. Zit je op die berg? Ernaast. Naast, oké. Okay. Rechts ernaast of links ernaast? We hebben een appel. Eigenlijk hebben we dan al een golden apple. Yep. Nu al. Nu al. Dat is mooi. Ik probeer sporen van jou te vinden. Oh dang, dit is slecht. Naar noordoosten en naast de berg. Links of rechts naast de berg? Links. Tussen die twee bergen in of? Oké, dit is echt wel slecht. Zullen we terug naar naar de... Yo, vind ik goed idee. En dan blokken we ons een beetje in. Doen we wel even met sandstone. Oké, ik ben bij de tempel. Ik ben er ook bijna. Zo stom zijn als ze was, maar ik zie niemand anders verder. Beter wachten de monsters nog heel even met spannen. Ja, beter. En beter gaat even niks in de weg zitten, zoals weer zo'n plekje met water. Zo, ik heb het even dicht gedaan. Yo, ik zie jou. Oh, ik zie zombies en skeletons en keepers, dus zie je mij? Ik zie jou nog niet. Oh, daar was ik ook. Oké. Het is veilig om naar binnen te kunnen. Ik ben er bijna. Yo, ik ben erin. Ja, oké. Okay. Blok off. Oké. Okay. Hierboven is dat gat al dicht. Ja, heb ik gedaan. Cool. Laten we even een furnace neerzetten. Even wat eten. Yep. Eten klaarmaken. Oké, als je even wacht, dan maak ik even nog een furnace. Oh ja. Ik heb momenteel 5 ladder. Oké. Zou er een helmet uiteindelijk van kunnen maken? Even kijken. Zo, een gold medal. Cool. heb jij nog wat kool? Om in de furnace te doen? Niet veel, maar dit moet genoeg zijn als het goed is. Even kijken, in het oosten was de savanna biome. Ik weet niet hoe veilig het daarboven is, dus ik verlicht het daar maar eventjes. Oké, ik heb 1 torch. Nou, daar moet je mee kunnen overleven.
Nice. Zag je dat niet? Nee, mijn scherm is echt heel donker. Oké. Okay. Heb je brightness op bright staan? Ja, ja, ja. Maar gewoon mijn scherminstellingen, weet je wel. Oké. Okay. Oké. Score bij. Even denken, het lijkt me nu gewoon het handigst dat we gewoon naar beneden gaan om een cave te vinden. Ja. Even wat, De beef of steak, vintage beef. De beef hier ligt voor je klaar. Oké, okay, cool. Dat is wel handig. Oh. Luke gaat zijn eerste damage nemen. Heeft hij al genomen. Oh ja, inderdaad. Hij heeft het vlak nadat hij is gespannen, heeft hij damage genomen. Cool. Ik ga even kijken. Ik ga deze kant op minen. Als jij dan daar verder gaat minen, op zoek naar... Nee, nee, want dan ga je een desert in. Als je dan weer naar boven moet. Oh ja, dat is waar. Slim van ja. Dus beter gaan we hier nog even een stukje naar voren en dan kunnen we naar links en naar rechts of zo, weet je wel. Ja. Jij hebt nu ook eten? Ja, ik heb nu 7 pork. Zal ik dit dan anders meenemen? Ja, ik weet niet. Ik denk dat als we het achter gaan laten, dat we uiteindelijk nooit meer opkomen halen, weet je wel. Omdat we dan een mooie cave vinden en die cave is dan nog mooier dan wat we dachten. Ik heb het bijna. Dat is dan wat ik bedoel. Misschien is het Even toortjes maken. Torches for days. Torches for days. Ah, tada, tada. Drie nodig. Oké. Okay. Oh, jammer dat we geen diamonds hebben gevonden. Nee, maar we kunnen niet alles krijgen. Dus. Ach ja. Misschien gaat de golden apple nou net ons leven redden ooit. Ja. Ik ga deze kant op gaan. Denk die positief voor je. Oh! Hey, ook al. Damage. Oh, kijk naar Luke! Oh, Luke heeft drie afgehaald. Een anderhalf had je. Hey, wat zou jij ervan vinden als zeg maar in Minecraft gewoon met de rechter muisknik met een pickaxe een torch kon plaatsen? Ik weet niet, het zou niet verkeerd zijn. Dat die zeg maar uit je inventory wordt gehaald als je torches hebt tenminste. Mm-hmm. Ja, ja. En als je geen torches hebt, dan kun je het niet plaatsen. Dat is geen slecht idee. Nee. Ik zit nu al in de savanne biome. Ja? Als je een cave tegenkomt, moet je het even zeggen. Ja, alleen mijn cave zit dan nog in de... Ik zit in een plains biome. Oh, oké, dat zit net voor. Nee, man. Blijkbaar. Nee, man. Voor de meeste kills. Oh. Nee, mooi, ja. Oh. Momentje, be right back. Niels heeft... Oh, Niels krijgt zaden. Oh, Luc ook. Oh, mijn god, Luc. Oh, mijn god, Luc. Oh, mijn god. Ah, het is... Sorry, ik was heel even... Luc en Niels hebben schade gekregen. Beter. Kijk eens in de chat. Of tab. Lijst. Veel schade, hoor. Oh, dang, Luc. Ja, toch? Damn. Nou ja. Benchmarking.
We're gonna rock this band. Eigenlijk veranderen wij heel langzaam in een Jenny. In een? Jenny. Yeah! Ik heb iron. Heb je al cave? Een cave? Nee. Oh ja! Jawel, oké. Ja, ik was bezig met iron minen. Ziet het er een beetje spannend uit? Of, Er is laag, hè? Oké, dan zal het wel spannend zijn. Wow, zit je al zo laag dan nog? Kom je naar mij? Is dan daar van leek of? Ik zit op I-20. Oké. Okay. I-10 zitten de eerste lava lakes. Klopt. Kom je dan naar mij toe? Ja. Ik zit te kijken van waar kan ik het best omlaag. Oké. Oké, cool. Oké, veel iron en coal. Nice. Doe jij de coal? Nice. Zeg zorgen dat er niet ergens een iets slechts op ons komt. Nee. Ah, oeps, dat is mijn pick. Wow, ja, ik hoor de eerste monsters. Yo, gezellig. Ja. Yep. Hoi, dit stukje cave kan ik wel op zich een beetje afplakken. Ik heb even een nieuwe pickaxe gemaakt. Boom. Oké, dat gaat. Het lijkt alsof die alleen maar omhoog gaat, dus. En ik heb mijn eerste iron. Die ik gemined heb in ieder geval. Sweet. Ik hier langs. Eigenlijk. Ja. Why not? Een momentje hoor. Zo. Wacht, maak anders een bucket. Ja, daarom juist. Daar was ik al mee bezig. Wat wil jij van iron? Dan maak ik dat wel even voor. Als jij dan eventjes de cave verder belicht en afblokt wat afgeblokt moet worden. Ik weet niet, een iron pickaxe zou op zich wel niet verkeerd zijn en eventueel een zwaard. Oké, een zwaard natuurlijk. Hop. Bucket. Lava bucket. Seastone. Oh, ik hoor spiders. Je hoort spiders? Yes, I do. Woehoehoe. Ik hoor nu ook spiders. Oh, ik zie een spider. Ik zie een spider. Waar zie je een spider? In die cave die jij hebt afgeblokt. Oh, ja. Daar zit een creeper. Ik weet niet of je die al gevonden hebt. Ik zie geen creeper. Ik hoor een enderman. Er zat een creeper. Dan zal hij wel gedespant zijn. Of misschien heeft hij een andere weg gevonden. Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb gold. Oh! Dude! Okay. We doen het goed. Ja. Heb ik het gevoel van. Oké, is er nog niks anders omheen? Ja, er zit nog gold omheen verstopt. Jij. Beter hebben we een beetje een grote find. Ik heb redstone, yo! Oké, als we... Oh, hier nog gold. Als we... ik heb nog één appel en dan hebben we alweer... even kijken, dit maakt samen 12. Redstone TNT kennen voor de win. En ik heb TNT. Emerald natuurlijk, tuurlijk. Droom me lekker verder, Luke. Dus wat heb je eigenlijk aan Emerald? Een villager. Je moet echt een hele goede villager tegenkomen. Ja, echt van de blacksmith. De eerste wat hij ruilt. Diamond. Ja. Bijvoorbeeld. Oké, maar er zit hier achter nog een cave en daar hoor ik de Enderman. Cool. Ik zit hier een beetje door de lava heen te manoeuvreren. Zullen we dan zo kijken naar die cave? Hey, heb jij al iron tools? Ik heb alleen een pickaxe. Oké, de iron is klaar met koken. Dan kook ik eventjes de gold. Sword upgrade. Dan nog een zwaard voor jou. En een pickaxe voor jou.
Wat? Ik kan of boots of een helmet maken. Wat zal ik doen? Of eigenlijk nee, ik maak eerst eventjes nog een bucket. Ik heb nog 2 iron over. Oké. Okay. Ja. Hey, ik ga even snel een bezoekje brengen aan het toilet als je het niet erg vindt. Ik schrok me dood. Ik dacht dat het een mob was. Ja, tuurlijk. Dat moest ik ook. Oké. Ergens. Ja, mooi. Dat is maar een bed. Een little bed. Oké. Dit kunnen we gebruiken voor de bows en arrows. Maar goed, zoals ik al zei, dat is het einde van de eerste aflevering, zoals je kunt zien in de chat. Nou, Olivier is naar de wc en daarmee sluit ik de eerste aflevering af. Tot de volgende keer!